Ons klimaat verandert snel. Door fabrieken, transport en landbouw komt er steeds meer CO2 in onze atmosfeer. En hoe meer CO2 onze atmosfeer bevat, hoe warmer onze planeet wordt. We moeten onze CO2-uitstoot dus drastisch verlagen. Door uitstoot te verminderen, bomen te planten en een slimme manier van boeren met de bodem. We noemen deze nieuwe werkwijze carbon farming. Een succesvol voorbeeld hiervan is windpark Krammer. Hier oogst men groene windenergie. Het windpark is een initiatief van burgercoöperatie Zeeuwind en Delta Wind. Een deel van opbrengsten die vrijkomen met het oogsten van de wind, investeren zij in haar omgeving. Ze werken daarbij samen met boeren uit de buurt die koolstof binden in de bodem rondom het windpark. De boeren zorgen met bodemmaatregelen voor optimale binding van de koolstof. Dat doen zij bijvoorbeeld door maatregelen voor een beter bodemleven, hoger organische stofgehalte en akkerranden. Andere voorbeelden van carbon farming zijn er ook. Foodbedrijven die op hun verpakkingen de CO2-footprint vermelden. Of bedrijven buiten de agri- en foodsector die carbon farming certificaten kopen om hun eigen emissies te compenseren. Dit bindt koolstof met de bodem. Het verbindt windpark Krammer met de boeren. En het biedt bedrijven een lokale CO2-kringloop. Klaar voor deze positieve verandering? Neem dan nu deel aan Carbon Farming. Dit is een initiatief uit de Interreg Noordzee-regio.